Maar ik denk dat hij doet niet in boet. Zijn zeker van die voormalige tijd erin? Ja. Hij doet het zo naar beneden. Ja, zacht ja, ernaast. Ja, jij hebt die van die. Dat is aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is eindelijk zover. Hè? Ja, eindelijk na al die 100 jaren. Ja. Ja, dus, hoe heeft u hier naar deze dag toegeleefd? Met heel veel enthousiasme. Ik vind het heel fijn dat dit nu gaat gebeuren. Het is echt mooi. Heel erg leuk. En hoe kijkt u er tegenaan? Goedemorgen. Ja, ik ben ook erg blij dat het zo weer goed gaat komen dan. Hè? Dat is heel mooi na zoveel jaren. Hoe is de reis gegaan? Voorspoedig. We hadden wel wat wind tegen, wat regen, maar uiteindelijk vanuit Antwerpen zijn we hier goed aangekomen. We staan hier voor de grote kerk, of zoals men dat ook zegt, onze Lieve Vrouwenkerk te Dordrecht. Dit is de plek waar op 13 november 1618 de openingsdienst van de historische kerkvergadering plaatsvond, de Dordtse Synode. Een half jaar later vond hier ook de afsluitingsdienst plaats. Daarmee is dit, hier waar we nu staan, een van de tastbare plekken die nog aan de historische gebeurtenis herinnert. De synode zelf vond plaats in de Kloveniersdoelen aan de Steegover Sloot. Maar het gebouw werd in 1857 al gesloopt. En wie snel rekent, weet dat het vandaag, op 2 dagen na, precies 400 jaar geleden is dat de synode werd geopend. Vandaag gedenken de grote kerk, gemeente en de remonstrantse broederschap deze gebeurtenis, die voor de remonstranten behoorlijk noodlottig afliep. Zometeen, om 11 uur, houden zij een gezamenlijke dienst met als thema vrijheid en verdraagzaamheid. Om te laten zien dat er in 2018 er heel anders aan toe gaat. Maar voordat we dit gaan doen, neem ik u mee in de geschiedenis. Waarom werd de synode gehouden? En waarom liep het voor de vrijzinnigen zo noodlottig af? Daarvoor moeten we nog verder dan 400 jaar terug in de tijd. En dan zitten we in het begin van de reformatie.
In het jaar 1517 spijkerde Luther 95 stellingen op de slotkerk in Wittenberg. Veel mensen zien dat als een startschot voor de reformatie. Predikanten moesten het ambt neerleggen en wie weigerde werd gevangen gezet of verbannen. En uiteindelijk werden 200 predikanten bij Waalwijk op stroomwagens de grens overgezet. In Antwerpen richtten zij vervolgens de remonstrantse broederschap op. En al een paar jaar na de synode werden remonstranten binnen de protestantse kerken gedoogd. De Onze Lieve Vrouwenkerk of Grote Kerk, gemeente van Dordrecht, behoorde tot een van de eerste. Formeel is het conflict tussen de remonstranten en de contra-remonstranten nooit opgelost of bijgelegd. Vandaag laten de protestantse kerk, gemeente, remonstranten uit heel Nederland en België zien dat het anno 2018 wel mogelijk is om samen te geloven. Elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en zonder vooroordeel verdraagzaam naar elkaar te luisteren. En daar, iets wat verderop, is de deur waar zij samen doorheen kunnen en willen gaan. En ik nodig de voorzitters van de kerkraden uit om de eerste stap te zetten. Thank you.